zit er ook nog zure melk in, of? Nee, hebben we leeg gehouden, want hij is multifunctioneel, hè? We zitten in een circulaire economie, dus. Ja, oké. Okay. Ik u nogmaals van harte welkom hier bij deze Pan Boven Leefomgeving. We zijn blij u hier te kunnen ontvangen. Zeker onze mooie trofeeën ontvangst te kunnen nemen. Zoals u ziet hebben wij een zure melktrofee, onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en kwaliteit. Dat zegt het planbureau voor de leefomgeving te leveren. De NMV constateert echter dat de PBL hier een meester is in het manipuleren van cijfers en het op de verkeerde been zetten van politiek en media. Ik wil een paar voorbeelden noemen, ze zijn er een stalrijk. Het planbureau voor de leefomgeving is verantwoordelijk voor de evaluatie van de meststoffenwetten. Op grond van de evaluatie maakt de regering milieubeleid voor de melkveehouderij. In de jongste evaluatie van het voorjaar 2017 zet het PBL de landbouw aan de lat voor 60% van de vervuiling van het oppervlaktewater. Toen Mestafonds en VFocus onderzoek hadden ingesteld naar de cijfers waarop het PBL zich had gebaseerd, bleek een helaas weinig van de klok. Het PBL had de landbouw aangeslagen voor 2 keer zoveel vervuiling als waarvoor de landbouw verantwoordelijk was. Toen Kamerleden daar kritische vragen over stelden aan het PBL, kwam de aard met de mouw. Het PBL gaf toe dat de vervuiling waarvoor zij de landbouw hadden aan de lat gezet, niet allemaal door de landbouw is veroorzaakt. We hadden de keuze om een kleinere opgave neer te leggen bij de landbouw, of een grotere. Als wij gekozen hadden voor de kleinere, dan waren we bij andere bronnen een grotere opgave, hadden we bij andere bronnen een grotere opgave neer moeten leggen. Groter dan die bronnen aanvullen. Het PBL had de landbouw wel extra vuil in de schoenen willen schuiven dus, en wat bij toeval en geluk aan het licht is gekomen. Ook met het kwantificeren van de mestverhouding ging het grandioos mis. PBL rapporteerde dat 30-40% van de dierlijke mest zich in een zwart circuit zou bevinden. Toen de Tweede Kamer een onderbouwing wilde van de PBL over het percentage, moest de PBL het antwoord schuldig blijven. Hij was er niet. Het PBL bleek bij de voering genomen zeer naar de vinger de omvang van de fraude te hebben bepaald. Ten slotte wil ik het hebben over de rol van het PBL bij de uitwerking van het klimaatakkoord. Het PBL is hier door de Rijksoverheid aangesteld als rekenmeester. Ik verwacht hier van een rekenmeester helderheid over cijfers, maar deze rekenmeester lijkt het zich als taak te hebben gesteld om de cijfers te manipuleren om zo het volk in de gewenste richting te sturen. Vorige maand gaf PBL toe de klimaatdienst van de halvering van de zuivel en vleesconsumptie fors te hebben overdreven. Dat deed het PBL niet uit zichzelf, maar nadat de nieuwe stichting Agrifax het instituut had verzocht zijn foute uitlatingen in het openbaar te corrigeren. Dan verwacht je dat het PBL vervolgens overgaat tot het vermelden van de juiste wetenschappelijke cijfers. Maar nee, het PBL blijft er omheen draaien en wil niet hardop zeggen dat de klimaatwinst slechts een dikke 2% bedraagt, afgaande op de internationale wetenschappelijke studie waarop het PBL zich baseert. Het instituut had aanvankelijk naar buiten gebracht dat halvering van de zuivel- en vleesconsumptie tot de forse klimaatwinst van 25-30% zou opleveren. Op een dergelijke wijze omgaan met landbouwcijfers past niet bij een instituut dat zegt onafhankelijk te werken en wetenschappelijke kwaliteit na te leven. Het PBL stelt zich op in onze ogen als een politieke partij die aanstuurt op het versterken van de negatieve beeldvorming over de melkveehouderij. Daarom krijgt de PBL van ons deze zure melktrofee. En eerlijk gezegd, we hebben ook nog een goede melktrofee. En ik hoop toch dat u lering trekt uit het gebeuren wat ik hier pas geschetst heb. En ik kom heel graag nog een keer terug met dezezelfde boeren om u de goede melktrofee te overhandigen. En ik kan u verzekeren, die zal mooier zijn dan deze. Alhoewel, deze past wel in onze circulaire economie. Hij heeft dus ook al een vorig leven gehad. Ik verwacht ook van PBL dat hij een mooie plek in de hal krijgt. En hij is multifunctioneel, dus je kunt er het nieuwe jaar mee inluiden met zo'n bus.
Maar je kunt hem ook gebruiken als plantenbak. Dus, en als eventueel paraplubak. Dus ik hoop toch dat jij hier een goede bestemming krijgt. En zo niet, nou ja goed. Wij komen graag nog een keer terug. En ik hoop dan met de goede melktrofee. En ja, het is aan u om dit in ontvangst te nemen. En ja, mocht het zo zijn dat u uw leven niet betert, ja, dan vrees ik toch dat we nog andere middelen hebben om hier nog een keer terug te komen. Maar dat is niet onze voorkeur. Vandaar is dus, dat we gekozen hebben voor deze charmante melkbus. Ik zou zeggen, neem hem in ontvangst. En, PBL. We zien het nog wel eens vaak dat daarover misverstanden verstaan over de rol die het PBL heeft. En ik wil daar even drietal punten langs lopen. Het gaat om de rol van het PBL in de politiek, rond de inhoud en ook over de communicatie. Nou, allereerst even voor alle duidelijkheid hardop zeggen, het PBL heeft geen politieke rol. De politiek en het beleid werkt zelf. Wel proberen wij politiek en beleid zo neutraal mogelijk van informatie te zien, zodat zij daar naar eigen inzichten of naar eigen voorkeuren de best mogelijke besluiten uit kunnen nemen. En wat we dan vaak doen, dat zie je ook in onze rapporten, onze favoriete uitdrukking is dan. En als, nou staat er, als je wilt dat de klimaatdoelen gehaald worden, of als je wilt dat de doelen voor het oppervlaktewater gehaald worden, dan zou dat kunnen betekenen dat voor de landbouw dit en voor de gebouwomgeving dat en voor de mobiliteit nou, enzovoort. Dus als dan zal is een zinsnede die u heel vaak in onze publicaties aantreft. En daarmee geef ik dan niet aan dat de politiek dat dan moet doen of zo, hè, maar we proberen ze gewoon de beste inzichten mee te geven voor als ze iets willen realiseren. De PBL heeft dus geen politieke rol, wel een inhoudelijke rol. Dat noemde u ook al, meneer Wiegersma. Wij analyseren dus de ontwikkeling in de leefomgeving. We proberen te ontrafelen hoe trends in elkaar zitten, waar dat door komt. Of dat eventueel een samenhang heeft met het beleid dat gevoerd is. En we kijken dus ook, vaak gaat dat natuurlijk altijd met modellen in de toekomst. En we proberen dus ook inzichten te geven via dat als dan. Wat bepaalde beleidsmaatregelen in de toekomst teweeg zouden kunnen brengen. En dat doen we dus zo goed mogelijk. Nou. Dan, dat probeerde ik ook al te zeggen, u vindt het PBL ook aan uw kant. En eigenlijk wil ik dat u nu even opstaat. Moet u dat doen? Want ik zag dat dus een mooi t-shirt aan. Ja, blijkt. Eigenlijk, ik zag u. Sorry dat ik dat doe, maar ik spotte u direct. Ik dacht, landbouwers zijn meer dan je denkt. Want ze zijn monteur, meesterloof, wetenschapper, machine, financiële planner, agronoom, computer operator, dierenverzorger. En ze hebben ook nog een gezin. En ze hebben natuurlijk ook nog hun eigen inkomsten nou ja, en alles hoe het daarmee gaat. In feite dit, maar dan met alles eromheen, dus ook de rol, ook de rol van de overheid en het beleid enzovoort. Hoe dat allemaal in elkaar zit en hoe lastig het voor u is om allerlei opgaven die, ja, ik noem het maar even, over de schutting worden gegooid, om die in het bedrijf zodanig op te pakken dat je je bedrijfsvoering aanpakt of dat er iets verduurd is, dat geen eenvoudige zaak voor is. Dus u vindt ons aan uw zijde bij het benoemen van de hoge milieuregeldruk, de beperkte financiële ruimte hè, en hoe moeilijk het is om in uw bedrijf een omslag te maken. Dan wil ik nu met een rapportje zwaaien, in feite wat op uw t-shirt staat, maar dan met de rol van de overheid erbij en ook met de rol van de ketens, de retail. De hele agrobusiness erbij hebben wij ontrafeld in dit rapport naar een wenkend perspectief voor de Nederlandse landbouw. Dit gaat over ja, naar een bestendige Nederlandse landbouw in de 21ste eeuw. We hebben een aantal exemplaren voor u liggen en eigenlijk zouden we graag zien dat u dit rapport, of we hebben degene die dat interessant vinden, mee zouden nemen en eens door zouden nemen. Even kijken. Dit heb ik verteld. Nou goed. Ik heb nu toegelicht hoe de inhoudelijke rol van het PBL zich tot beleid en politiek verhoudt. Dan een derde punt, de communicatie. U zei al, het zei u al, meneer Wiegersma, we hebben dus met het Mestdag Zuiverfonds gesproken, naar aanleiding van een bewering die u ook naar voren haalt, wat u zojuist ook zei, dat het PBL de landbouw voor een te hoog aandeel van de vervuiling van het oppervlaktewater zou aanslaan. Dat is toch echt anders.
wat de kern is, dat als je overal de doelen van het oppervlaktewater wilt halen in Nederland, dus dan gaat het om de doelen van de kader Regen en Water, dat zal u allemaal bekend zijn, dan zal de uit- en afspoeling van actuele, ja het wordt technisch, actuele en historische bemesting, dus het gaat niet alleen op het bedrijf vandaag en morgen enzovoort, nee, actueel en historisch, met 20% zou moeten verminderen en met, voor stikstof en met 40% voor fosfor. Dat staat in de evaluatie van de mestingwet, die in maart 2017 is verschenen. En die 20% stikstof die is verhoudingsgewijs lager dan de opgave voor alle bronnen in Nederland, want dat hebben we uitgerekend op 26%. En voor fosfor zijn de opgaven voor landbouw en andere bronnen in Nederland ongeveer gelijk. Het gaat om 39,40%, dus dat is ongeveer hetzelfde. En dan komen we bij wat u zojuist naar voren haalde. Kijk, dat natuurlijke bronnen, hè, die dus ook de fosfaatrijke kwel en dergelijke, en de oxidatie van veen en noem op, die ook bijdragen aan de vervuiling van het oppervlaktewater en nutriënten, dat aandeel kun je niet simpelweg terugdringen. De oxidatie van veen gebeurt en fosfaatrijke kwel is er. Fosfaatrijke kwel zou ook al niet doorgaan. Ja, maar weet u, kijk, we hebben dus geschreven van als je de doelen wilt halen, dan, en dan gaat het om de bronnen die stuurbaar zijn. Nou, die bronnen die stuurbaar zijn, daar heb ik de cijfers zojuist voor gegeven. Nou wordt er natuurlijk in het kader van de evaluatie van de kader Regen en Water, op de nieuwe kader Regen en Water, rekenpartijen die plaatsvinden, hè, voor het jaar 2027, is er ook goed gekeken weer naar die doelen. En er is onder andere is er gekeken naar de gebieden in Nederland waar die fosfaatrijke kwel prominent is. Of die doelen, of dat wel matcht met wat we verwachten van het oppervlaktewater. Mogelijk kan Frank daar zo nog even iets meer over toelichten. Nu wil ik toe naar overbenutting. En zoals u ook met mestvaren. De getallen die u daar noemt, die zijn afkomstig van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En deze hebben wij met een referentie naar de NVWA inderdaad in het rapport op bladzijde 88 om precies te zijn van de evaluatie van de mestvergunning gemeld. Maar het gaat dus om cijfers van de NVWA. En het CBS die schat op basis van de mestboekhouding dat in het zuidelijk zandgebied circa 30% meer stikstof en fosfor in dat gebied wordt afgezet, overbenutting noemen ze dat dan, hè, dan er volgens de gebruiksnormen past. En die cijfers die hebben wij gepakt. En daar hebben wij de onzekerheden die het CBS aanmerkt, die dus in hun cijfers zouden kunnen zitten, die hebben wij stuk voor stuk hebben we die allemaal afgewerkt. En toen kwamen wij in het zuidelijk zandgebied, het gaat dus niet over heel Nederland, voor een niet verklaarbaar deel van die overbenutting van 4 tot 28% voor stikstof en 8 tot 29% voor fosfor. En dat zijn niet de cijfers die ik zojuist noemde. Nou, tot slot. U bent alle melkveehouders en nogmaals vinden we het geweldig dat u hier vandaag bij ons bent en dat u dit mooie ding aan ons hebt aangeboden. En uiteraard heeft u gewoon uw eigen kijk en uw eigen inzichten van hoe de sector ruilt en zeilt en wat er zou moeten gebeuren om daar een verandering in teweeg te brengen of om de sector bestendig te houden voor de 21ste eeuw. Dat is uiteraard prima. We hebben geprobeerd om ook in die studie, dus naar een beter perspectief, om dat zo goed mogelijk uiteen te zetten, wat de overheid en keten hoe men ook zou kunnen doen, om dat met u samen te doen. Dus iedereen heeft recht op zijn eigen mening, maar niet op zijn eigen feit. Kijk, uiteraard houdt u ons scherp, hè? Dus u houdt ons scherp en dat is hartstikke goed. Maar we zouden het fijn vinden als u dan ook zorgvuldig bent in wat u opschrijft en een formulering als het PBL gebruikt suggestieve cijfers. Nou, wij vinden dat u dat niet siert. Dus wat wil ik u dan terug? Dan suggestieve woordspelings om die cijfers in de verkeerde interpretatie te zetten. Want het is niet voor niets dat u uw tekst al heeft aangepakt. Dus blijkbaar is daar toch in de tekst op waar toch niet fout gegaan. En ik denk dat toch niet echt is. Want mag ik daar iemand over zeker, uiteraard. Waar het om ging, die hele discussie, was een wetenschappelijk artikel uit 2014. En daar stond een publicatiebericht, zoals we dat noemen, van waar dat was aangekondigd. Daar stond in het tekstje even kort door de bocht iets. Dat kun je zeggen, dat was gezegd van als je het
Als je iets doet, dan verandert er wat aan alle, er stond aan de emissies en er stond niet bij landbouw gerelateerd. Dus wat we hebben veranderd is dat we hebben toegevoegd landbouw gerelateerd. Maar we hebben hier ook intern er wat over zitten praten en kwamen tot een soort vergelijking. Maar even dat u dat begrijpt. Als iemand zijn tanden poetst en zegt van, nou, ik deel het met de kraan open en dan zeg je, net vertaan doe ik de kraan dicht bij je tandenpoetsen, nu bespaar ik de helft van het water. Dan is niemand die denkt dat hij ook meteen met die kraan dicht doen ook de helft bespaart van het, de wasmachine en het afwassen en het douchen en zo. En dat is alleen dus als je de context leest, en in dit geval als je een verhaal vertelt, dan begrijp je dat het iets anders was. Alleen als je het wetenschappelijk artikel bekeek, dan zag je meteen van dat het echt daar wel over ging. Alleen voor iemand die dat niet meteen ziet, heb ik gedacht van nou laten we nou toevoegen. Het gaat om die landbouwgerelateerde emissies en niet om alle emissies. Want je kunt ook niet verwachten dat je met een kleine verandering alleen maar op de... dat voor mensen is een hele grote verandering in de helft minder vlees eten. Maar dan kun je niet van alle emissies van... infrastructuur en van alles wat er is en de industrie, dat je die met 25% tot 40% terugbrengt. En dat is heel terecht, nu heb ik gezegd, het is heel scherp, dat gaan we aanpassen. Maar iemand die het gewoon leest, kan daar niet uit opmaken dat dat dan in één keer met de helft minder vlees eten zou betekenen dat van vlees eten in totaal dat ongeveer 80% van alle emissies in de hele wereld van vlees eten komt. Maar het is wel als zodanig gebruikt. Nee, het is niet zo gebruikt. Nee, echt niet. De publicatie, niet ook, niet ook. Er stond duidelijk in dat het niet langer gerelateerd was. Nee, echt niet. Maar als duidelijk in dat het niet langer gerelateerd was, op 6 december hebben we het aangepast. Nee, er stond in de algemene. Maar ik wil graag met u nog een keer samen naar de tekst gaan kijken. Alleen wat we dus gedaan hebben, voor alle helderheid heb ik gezegd, het is aangepast. We zetten landbouw gerelateerd bij, maar iedereen die dit leest, die maakt daar, en je weet iets over emissies, dan kun je niet verwachten dat 80% van alle emissies in Nederland door vlees eten komen. U zegt het nu goed, iedereen die dit leest, die iets weet van emissies, die kan die inschatting maken. Maar wat is het probleem? Er zijn ook heel veel mensen die jullie rapporten lezen die niet deskundig zijn, en dan is juist die nuance van landbouw gerelateerd, verandert de complete context van zo'n stuk. Het gaat mij ook niet om de mensen die deskundig zijn op dit gebied, die die cijfers correct kunnen interpreteren. Het gaat mij juist om een bepaald frame, of daar gaat het ons om, daarom zijn we hier, die daarmee gevoed wordt door juist die mensen die jullie stukken als deskundige informatie beschouwen en dat wel compleet uit de context halen. Want dat is wat er gebeurt en dat is ook waar wij dagelijks tegenaan lopen. Maar dan ben ik heel benieuwd, want dus wij hebben namelijk niet gezien dat het ergens volledig uit de context op die manier is. Ja, als er staat, als u dat heeft, ik wil heel graag van u zien. Waar heeft u dat dan gezien? Nou, ik hoef Twitter maar open te doen en de discussies daarover. Maar zelfs dan wil ik daar wie heeft dit gedaan? Dus dat zouden wij graag zien. Maar dat is ook denk ik het gesprek. Er is hier eerder gevraagd om rectificatie door de Stichting Agrifets. Maar door mensen van Foodlog is er net naar publicatie. Een schrijver waar u gevraagd is dit te rectificeren. Dat is niet gebeurd. Dit herkennen we. Dat herkennen we niet. We hebben een brief van niet ontvangen. Goed. Maar, mevrouw heeft nu gewoon gelijk. Het was beter geweest als het woord landbouw gerelateerd daar direct bij publicatie van het tweede in had gestaan. Dat is ook, dat is gewoon zo. En we hebben dus ook gewoon de tekstkader hebben we ondergevoegd, hè, waarin we gezegd hebben van dit is een veranderde aanleiding van vraag. Maar het was beter geweest als het zo was. De Engelstaling en conclusies die voor u, zoals ik aan het begin van mijn verhaaltje vertelde, mogelijk zuur kunnen zijn of veel consequenties hebben, dat kunnen we niet wegnemen. Dat zal zo blijven. En daarom bieden wij de NMV een schommelparapluur aan. Wat jullie aanbieden? Een schommelparapluur. Ja, nou. Ik hoop dat de storm die u onder ons hebt omketen, dat ook snel gaat leven. Ja, we gaan hem even opzetten, want dat is. Dit voel je vast iets moois uit voor ons. Oh ja, dat gaat niet op. En dan heeft hij twee dingetjes. Sorry. Om het zware weer door te komen. Nou, kom op. Ja.
Ja, nou, hier passen we nog niet met z'n tweeën onder. Hij had het groter gekund. Volgende keer nemen wij een weersbestendige mee voor ons tweeën. En als we hier dan in gesprek gaan... Maar we hopen dat u eerste bescherming biedt. En we denken dus dat de echte uitdaging, en dat had een graad, nemen we dus graag uw punt aan van het goede gesprek en laten we nog een keer terugkomen. Op de route naar de 21ste eeuw. Alles wat de minister zich heeft voorgenomen over kringlooplandbouw of een natuurlijk fysieke landbouw enzovoort. Het is belangrijk dat wij daarover gesproken hebben. Ik had nog wel één vraag, hè, want u geeft ons hier een rapport mee en leest het eens door. Anderzijds zou ik u graag uit willen nodigen om eens te komen kijken op de boerenbedrijven. Want dan weet u, ook aan de praktijkkant, hoe de regels waar u het over heeft. En ik denk dat het heel belangrijk is voor de mensen die hier de theorie, zeg maar, dat dat aan moet sluiten bij de praktijk. En de enige manier, ik weet als geen ander, ik ben als burgermeisje met een melkveehouder getrouwd. Ik keek er voorheen ook heel anders tegenaan. Ik zou u uit willen nodigen om vooral op onze bedrijven te komen kijken. Ja, ik heb nog een punt als persvoorlichter. Weet je, ik hoor ook graag dingen, maar ik vind dat zo zonde als ik het dan in de media moet lezen, of als er allerlei dingen zijn, dat ik denk van, hé, hebben wij iets? Is er een punt? Hebben jullie een punt? Willen jullie ons spreken? Hebben we iets verkeerd gedaan? Kom naar ons toe. Heb liever aan de telefoon of aan tafel. Ik denk ook dat daar het gesprek moet plaatsvinden. En dat doen we echt graag. Maar ik vind het altijd zo vervelend om dit soort... Ja, op deze manier met elkaar in gesprek te gaan. Ja, ik kijk mensen toch liever in de ogen. Misschien is de gebeurtenis een beetje heftig voor PBL, maar PBL heeft natuurlijk ons wel een beetje getrikkeld, om het nou maar heel subtiel te zeggen. Ik snap jullie belang ook. Maar wij gaan graag het gesprek aan en dat gaan we doen. Ja, fijn. En ik denk dat wat u daar noemt, dat gevoel dat alle ondernemers die hier zitten, die dat persoonlijk ook dat gevoel hebben, ook hun gezinnen die erachter zitten. We hebben denk ik precies hetzelfde gevoel als u heeft wanneer diverse publicaties in de media verschijnen. Ik snap waar jullie zijn. Ik begrijp jullie belang en jullie zitten. Ik snap het. Het is belangrijk om elkaar dan goed te vinden. Ik ben door het Groene Hart denk ik hier naartoe gereden. Ja. En laat me wel wezen. Als Nederland verstandig is, dan koestert hij zijn groene ruimte, maar dan zal je ook zijn boeren moeten koesteren. Yes, ben ik. Ja. Maar dat alles natuur wordt, wat sommigen dan natuur noemen, dan gaat Nederland er heel anders uit. Nee, landbouw is een hele belangrijke wezenlijke sector. Dus ons gebied is gewoon het leeglopen. Ja. Nee, maar het is ook. Ik wil een voorbeeld noemen. De afgelopen week een wezenwedstrijd hadden, dat was de Haagse Hengelsportvereniging. Die heeft het niet, dat betekent ik pik niet iedere vis in. Ze hebben een snoek uit het water te halen om de bedrijven heen, heel schoon water is, de een en de ander. Bij mij staat vooraan de zeven snoeken tijdens een paar uur gevangen, dus het water is heel erg schoon voor de vissen. Dus met andere woorden, het wordt al heel goed. Ja. Het is al heel goed. Ja. Dus ik zei, wat ga je net zeggen? Nee, dat is waar, tijd. Eventueel uit al op mijn bedrijf, daarom niet zo ver weg. Nee, eventueel. Dat komen echt graag. Ja. En ook nog in de anders. Ja, want alle regio's zijn natuurlijk verschillend en ook de bedrijven is verschillend. Ja. Zeker. Ik heb nog een opmerking. U stelde dat oppervlakte water, daar zullen wij bij de percentage niet precies weten. 20% terug moeten we misschien in de landbouw om het te halen, te doen. En er zijn ook bronnen die je niet kunt beïnvloeden. Dus moeten wij de last van die andere bronnen ook nog opheffen? Stel dat die andere bronnen zo hoog zijn dat wij het nog zouden kunnen. Dus dan zouden we weg moeten gaan met de landbouw. Ik bedoel, dat moet ook een beetje duidelijk verwoord worden. Dat we kunnen niet een andere brand dingen ook erbij opnemen. Maar zou jij ook reageren? Sowieso die verdeling van opgave over de bronnen is een startpunt voor een politieke discussie. Ik bedoel, dat is natuurlijk nooit de manier waarop het in praktijk ook zal worden uitgevoerd. De praktijk kijkt naar wat zijn de mogelijke maatregelen, wat zijn de kosten, wat zijn de consequenties. En is dat, maar het is een manier om in ieder geval aan te geven hoe serieus de opgave is als je ervan uitgaat dat je die KW-doelen wil halen. Ja, dan vraag ik me af, als die soort fanbox vertelde, dat de mensen die dat konden lezen, de leken, die lezen echt, de landbouw die moet nog 20% terug. Ja. Dat zijn van die dingen, daar heb ik wel moeite mee, want het ligt dus een ander perspectief. Hè? Ja, maar als dergelijke uitspraken raken die gezinnen dus direct. Hè? Ja, en dat zijn 50.000 gezinnen in Nederland die daar direct persoonlijk door geraakt worden. Ja. En ik denk, het is gewoon heel goed. Ik zou ook graag uit willen nodigen om vooral bij die mensen thuis. Want wat u op papier in de theorie opschrijft, er zijn mensen die daar direct persoonlijk door geraakt worden. En ik denk dat die wetenschap alleen al door eens bij zo'n gezin aan te sluiten, dat dat wellicht
ja, dat het wel scherp houdt met hoe dat geformuleerd wordt. Want ik herken dat wel. U zegt, ja oké, okay, maar de praktijk zal ervoor zorgen dat dat niet op die manier wordt uitgevoerd. Want dat is waarschijnlijk ook niet heel realistisch. Althans is mijn interpretatie. Maar er zijn heel veel mensen die dat niet zo lezen. En die dat wel als een, ja, als een goede optie Ja, maar mag ik daar nog even aan toevoegen? Want je hebt helemaal gelijk. En het raakt mensen echt. En ik snap ook heel goed dat het u allemaal heel erg raakt. Maar wat dan de discussie moet zijn, is niet naar ons toe... het klopt niet wat de effecten zijn, want ik denk die cijfers die kloppen wel, alleen de discussie moet dan zijn deze doelen wel realistisch? En dat is denk ik wat ik jullie zou willen meegeven, als jullie deze discussie willen aangaan, probeer dan dat uit te leggen, van dat het niet, dat er een aanpassing van de doelen nodig is. En dat is een discussie die je met de politiek voert. Ja, sorry als ik het ontbreek, maar ik vind het wel niet goed, als er zo'n... bewering is niet een feitelijke bewering door jullie wat neergelegd, dan moet je onderbouwen met opzak. Maar dan, dan snap je het. Ja, maar die onderbouwing is er al. Wat daarin staat dan, het is weer een kom wat ze net dek met ook zei, de als-dan redenering zit. Als je die doelen die er nu liggen, als je die wil halen, dan zijn de opties om dat te doen, die geef je dan aan, of is dat. En dan kan het dus zijn dat jullie zeggen van, maar dat is voor de landbouw en voor de veeteelt volstrekt niet haalbaar. En dan moet je dus het gesprek daarover aangaan. Maar dat is dus net iets anders dan wat je nu zo... Is het dan niet veel verstandiger om eerst het gesprek aan te gaan? Ja, dat is het. Dat soort dingen. Maar het is niet buiten te brengen, want er is het water voor schieten. Nee, maar deze, wat wij dus krijgen het verzoek om uit te rekenen van hoe zijn die effecten. En wij zeggen er dus ook niet bij van dit is allemaal makkelijk haalbaar. Maar er zit vaak de waarschuwing al bij van let op, wat is dat? Zijn hoogte. Precies, dat zit erbij. Dus hetzelfde wat u zegt, van, nou goed, een heel ander onderwerp. U krijgt een opdracht van een of andere stad en zegt van de uitstoot moet naar beneden. Nou, dan gaan wij concluderen. Misschien als het uitstoot naar beneden moet, dan zeg ik van er moet 80% van alles moeten het dorp uit. Doe maar wat. Het is niet realistisch, het is gezegd. En na de tijd gaat u bespreken van jongens van nee, het is niet goed wat we te missen. Het onderzoek klopt wel, de cijfers klopt wel, alleen het is niet haalbaar. Dan is het probleem, dat leg je dan vervolgens bij die auto-eigenaar neer. En dat doet u ook met de landbouw. Wij besluiten dat niet over. Ja, maar kijk, maar dan toch nog een keer, het effect, je hebt de politiek, die stelt de doelen, de politiek besluit wat er gedaan moet worden en wat voor maatregelen je moet nemen om die doelen tot uitvoering te brengen. En wij... Wij zijn hele simpele, ik zou kunnen zeggen, cijferboeren. Wij zorgen ervoor dat je die analyse maakt en dat je aangeeft van als je dit doet, dan moet ik dat zeggen. Wij maken geen keuze. Wij hebben ook geen politieke voorkeuren daarover. En de politieke groepen. Daar heb ik ook gelijk in. Alleen het moet wel helder zijn voor degene die dat mee gaan beslissen, dat die weten hoe de hazen lopen. En daar weten ze nou niet goed. Nou, want die achtergrond geeft hij er niet bij. Nou, wij doen dat wel, maar misschien dat we kunnen proberen om het voor u nog wat helder neer te zetten, om aan te geven van let op van... Is het voor jullie ook geen probleem dat bepaalde groepen met bepaalde cijfers aan de haal gaan? Of kan dat niet? Ja, ze zien ons ook als zo'n groep, denk ik. Ja. Dus ja, dat is dat is wat... Maar soms raken cijfers verschillend. Ik zei net, ik geef hem iedere dag voortaan een aard. Als van scherp zijn vandaag, hè? Ja. Ik denk dat we deze week op de af moeten. Ja, ik wacht keurig mijn beurt af, maar dan... Ik vind die uitnodiging, die nemen we aan. Ik vind dat, dan hebben we al een hele goeie. Dan kunnen we inderdaad bijpraten, want dat lukt nu toch niet. Maar ik wou toch één boodschap mee. Realiseren jullie dat als we doelen willen bereiken, dat we dat met elkaar moeten doen? Ja, en helemaal eens. Dan moet je ook zo communiceren dat je het weet met wie je communiceert. Hè? En dan blijkt die veehouder op het moment zoveel over zich heen te krijgen. Want jullie zijn niet de enigste die wat roepen. Iedereen, de minister roept van je moet nog wat aan kringlopen doen. En je moet nog daarin investeren. En melkfabrieken die willen alles van je. En die boeren handelen dat niet meer. En toch moeten we met elkaar nog stappen zetten. En we zijn als landbouw waarschijnlijk degene die het... de grootste resultaten kan boeken, financieel haalbaar, economisch haalbaar,
En ik denk, wat gebeurt is eigenlijk dat jullie een beetje de grond eronder vandaan geslagen hebben om de boeren te motiveren. He, dus als je het op een andere manier, dan zeg maar jongens, kom op, jullie kunnen het. He, dit zijn de cijfers, ga ermee aan de slag. Wil je nog meer cijfers hebben, dan kunnen wij ze... En dan ook later communiceren dat we doelen bereikt hebben. Hè? Want dat doet nu ook een beetje zeer, dat we hebben de afgelopen 20 jaar al heel veel bereikt. Hè, dat wordt dan opeens ook weer even weggepoetst. Dat geven we keurig aan. Dat wordt elke keer aangegeven, doel bereikt. En dan is het lastige van dat je dan ziet bijvoorbeeld dat er nog steeds gezegd wordt, het doel is niet bereikt, maar dan staat er wel bij, het was eerst 30% doel bereikt en het is nu 60% doel bereikt. Dan heb je toch wel dat je ziet van je bent er nog niet, maar er zit wel een vooruitgang. Nee, maar ik bedoel, het doel is niet bereikt, want we zullen altijd vooruit moeten. Hè? We zullen altijd beter moeten. Maar op het moment dat je altijd al bezig bent om te verbeteren en je constateert dan, dan zeggen we nou, er is eigenlijk nog niks gebeurd of ze zouden een stapje harder moeten doen. En op een gegeven moment voor een hele hoop boeren is dat niet meer haalbaar. Die kunnen geen stap harder meer zetten. Dus die zullen het gewoon op een slimmere manier moeten doen. En dan heb je elkaar nodig. Ja. Ja, nou, een mooi wijswoord. En bedankt voor de opvang.